Hallo kijkers van IMTV, heb ik een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. We moeten nog de ondernemer even die leding zo afzien te lossen, maar dat is zo gedaan. En dan moeten die Clint Bushton, zo uitspreek. En minimale pretparkwaarde van 30.000. Maar dat heb ik volgens mij al vorige episode gehaald. Ja, misschien net niet. Nog een klein attractietje bijbouwen en dan heb ik het wel gehaald. Alleen wel een attractie zou ik best erbij kunnen bouwen. Gewoon met dit bouwen of zo. Hoe kan ik eigenlijk omhoog bouwen? Maar, kijk, dit past dan dus weer net niet. But why? Even het maar hier doen. Hallo? Goed zo. Nee, geen ingang. Het is een uitgang. Jezus. Je hebt niet genoeg geld. Prachtig. Is die snelheid dus wat voor hoger dan? Oh, ik heb weer net niet genoeg geld. Zucht. Kijk, met een beetje extra geld moet ik hebben. Je hebt niet genoeg geld om deze operatie uit te kunnen voeren. Ik wist niet dat ik in het ziekenhuis werkte. Ik heb niet genoeg geld om deze operatie uit te kunnen voeren. Het is zelfs min 7. Holy shit. Wel heel knap. We hebben rode cijfers. Niet genoeg geld. Hoe moet ik dat moeten hebben dan? Dat heb ik gezegd, want het zou heel fijn zijn. Oké, er is te weinig monteurs. Het is een monteurtje weer aannemen eigenlijk. Een keer handig. Ja, deze ingang. En eentje zo omhoog moeten doen en meteen vlak of zo. Ach, dit is veel te hoog. Een beetje onhandig dit. Kijk, zo moet hij. Prachtig, hè? Lukt me wel. Oké, er zijn te veel attracties die een noodstop maken nu. Dat is echt totaal niet goed. 2,50 is duur zat. Hé, hey, deze zweeft. Wat? En een glitch. Veel meer monteurs nodig. Opleiding. Ja, doe maar. Nog een opleiding. Ja, doe maar. Nog een opleiding. Ja, doe maar. Jij krijgt er ook één. Nog één. Krijgt er. Nog één. En monteur 1 krijgt nog een opleiding. Dan zijn ze veel sneller. En als we het zo snel mogelijk die lening eigenlijk afbetalen. Want eerder dan dat komt deze VIP niet. Mijn lening is... Hey, toegangsprijs. Kan ik ook nog niet stellen. Kijk, dat is nog eens fijn. Nederlandse kolonie dakranden. Op zich wel mee dat het echt Nederlands is, maar... Er komen steeds geen mensen meer in mijn park. Is de ingangsprijs te hoog is of zo? Lening afbetaald, mooi. Betaal ik weer minder per jaar. Nou, er komen te weinig mensen, dus laat ik de intreeprijs maar weghalen.
Oké, ik moet nog 800 euro. Dan ben ik happy, want dan kan die VIP een keer komen. En als die VIP dus er geweest is... Nieuwe attractie, mutsen. Ach, je bent zelf een muts game. Nee, maar als die lening dus afbetaald is... kan ik dus dit ontgrendelen. En dan kan ik dit dus ook halen. Dus als ik voor september dit haal... voor deze datum, als ik het geld haal... dan ben ik eigenlijk happy. Ik heb anders wel een idee bedacht... als ik het net niet ga halen, hoe ik het wel kan halen. Maar ik ga het zo te zien makkelijk zat halen. Als je nou kijkt... ik hoef nog maar 200. Kom aan. Kom aan. Bijna. Bijna. Kom aan. Yay. Grote hoeveelheid geld gewonnen. Woehoe. Oké, deze komt zometeen dus ook. Het kan zijn dat ik straks de route even iets moet aanpassen. Dat houdt totaal niet voor storingen. Dus even kijken, waar zijn alle monteurs dan? Ik heb een prijs gewonnen voor het Nesten Park. Ik zie hier allemaal kots en rommel liggen. Dus zo niks is mijn park niet. Wacht, die is alweer gerepareerd. Oh, dat is snel. Er is verder niks meer kapot of zo? Waar staat al mijn, waar zijn allemaal attracties hier? Ik heb de hik. Deze is best wel een tijdje kapot geweest. Nou, laten we hier eens even een monteurtje naartoe sturen. En dan wachten tot de VIP komt. Ik wil net zeggen, de VIP komt er ook zo aan. Mocht het ding bijna helemaal leeg, maar niet het ding in één keer vol. Kijk, ik heb eigenlijk meteen wat werk te doen. Ik weet god niet precies waar jij staat. Oh, daar. Deze man was dan een inspectie nog hebben. Ik heb deze dan een inspectie geven. Deze maar nog een inspectie hebben. Deze attractie een inspectie hebben. Nou, als je toch bezig bent, doe die er meteen maar bij. En dan deze. De bestuurder van Body Slide 1 deed het niet. Deed of doet? Oh, dat heb ik gerepareerd zo te zien. Toek, dat is mijn bureau. Ook handig. Op een paar dagen komt die VIP, jongens. Was spannend. Zoals je ziet, ik ben wel flink winst aan het maken. Oeh, een week op de VIP. Hey, mensen gaan weer de glijbaan in. Dan gaat nummer 1. Als het goed is, komt hij nu ieder moment hier onderaan weer uit. De VIP is gekomen. Nu hoop ik zo meteen geen kapotte attracties krijg. Waar loopt de VIP dan? Ah, hier al helemaal. Nee, nou zie ik inderdaad niks meer dat het donker is. Maar waar loopt hij nou? Ik hoop niet dat het te eng is. Nou ja, voor jou wel. Voor jou maakt het extra eng. Het gaat er vooral omdat er geen storingen optreden. Daar gaat het vooral om. Ik hoop echt dat dat niet gebeurt. Wel nog een keer. Maar waar sta jij nu? Je gaat nu steeds omhoog. Ja, dus. Ik ga nu zo meteen wat lekkers proberen, zeker. Een hotdog. En koekjes, raketkraampje. En dan ga je nu in de volgende attractie zekers. Ja, kijk dan. Dan gaat hij op zijn kop. Jee, daar gaat hij. En dat andersom. En dat was hem. Nu moet ik hopen dat de VIP's op dit tevreden is. Ik weet niet hoe hij nou denkt.
Gaat naar huis. Favoriete attractie. Oké, dat is mooi. Tijd in het park. Even kijken. Voorkeur voor intensie... oké. Meest betrouwbaar, best science fiction. Ah nee, ga nou net een attractie kapot. Dat ga je niet menen, hè. Levert dus helemaal niks op. En ik had weer eentje uitgespeeld. Ik ben echt een tycoon. Episode 12, jongen. 10 maar overschrijven. Gaan door naar 12. Derde deel. Dan hebben we deze. Vallei der Koningen. Egypte. Het droogste land van de oude... Intrigues? Oké. Okay. Exotische kruiden en duizendwekkende attracties. Inderdaad. Je gaat kamelen omruilen van achtbaan. Oké, okay, laat maar. We gaan gewoon beginnen. Zeker dat je wil starten? Ja, anders zeg ik dat toch niet? Dit loading screen moet er gewoon een keer een meme van maken. Want puur omdat het gewoon zo lang duurt. Het zou gewoon geniaal zijn. En poef. Oké, gaan we eens kijken. Wat moeten we doen? Bezoekers in je park, 300. Oké, dat zal wel moeten lukken. Totaal maand inkomen uit attracties, 100. Oké, dat is niet zo heel moeilijk. Minimale lengte, 2 achtbanen. Oké, dat is op zich ook niet moeilijk, want we hebben al 1 achtbaan. Die minimaal 250 meter is. Lening aflossen. Nou, dat scheelt alweer geld. Bezoek in het park 450. En 3 achtbanen van 250 meter en 600 bezoekers in je park. Nou ja, deze is zo goed als al open. Iedere 10 minuten een monteur. Nou, waarom kun je het niet met geen enkele mogelijkheid bereiken dan? Zeg dat ik geen monteurs heb. Dat is veel makkelijker. Even kijken, ik heb maar 1 achtbaan. Oké. Okay. Hoe lang moest de andere achtbaan zijn? 200 meter, 250 meter, 3 achtbanen. Oh, dat zou makkelijk zou moeten lukken. Als mij dat al niet meer lukt, dan wordt het tijd om ontslag te nemen. Kijk, leuk lijkt het zo te hier van boven naar beneden aan het einde uit te komen. Wat de hekste van achtbaan. Wat? Hoe werkt deze achtbaan dan? Oké, dit gaat hem sowieso niet worden. Dit is geen leuke achtbaan om te bouwen, vind ik. Houten mijnwagentjes. Oh, is dat toch wel grappig? Ik bouw gewoon een hele mooie andere kant op. Oké, daar gaan we dan. Wij kunnen dus ook vrij scherpe bochten maken. Ja, dat wil ik net zeggen. We kunnen dus ook best wel stel de elling op. En dan ga ik gewoon een soort attractie nabouwen, denk ik. Met in ieder geval een idee van. Die is naar beneden. Het is gewoon letterlijk meters maken. Dat is eens wat ik nu aan het doen ben. Zo kort mogelijk plek meters maken. Natuurlijk efficiënt. Kijk. Oh, baasstuk in de weg. Ja, dat had ik in principe kunnen verwachten eigenlijk. Deze achtbaan voldoet denk ik wel die 250 meter. Want zo strak heb ik wel in elkaar geknutseld. Deze kant nog op. En dan gaan we even. Toek toek. Dan wil ik eigenlijk zo snel mogelijk hier terug weer naar de. Gaat er serieus net niet passen. Echt OMG. Kijk, precies hoe ik het wilde.
Behalve die laatste heuveltje daar dan, maar... Nou, let's take it. Ik heb toch geen andere keuze om dat zo te roepen te doen. Nou, laat gewoon zijn ritje maken, kijk als hij het überhaupt gaat halen. By the way, nog één vraag. Hoeveel intrim moet hiervoor betaald worden? 4,50 euro. Zo. De kettingsnelheid moet ik zo even wat hoger zetten. Nou, daar gaan we dan. Ik krijg een melding. Wat staat er? Zoekers hebben dorst. Nou, allemaal lekker dorst. Dan los ik zo meteen maar een keer op. Nou, daar gaan we dan. Een beetje snelheid erin. Heel klein beetje maar, hè. Niet te veel. Kijk, dit is helemaal echt perfect, dit, jongen. De achtbaan lijkt gewoon heel lang te duren. Het helemaal niet zo heel lang duurt, eigenlijk. Ah, ketting heeft hij net nodig. Misschien wel, misschien net niet. En dat was hem. Klein ritje. Maar hoe lang is die? Dat is nu de vraag. Ik heb echt 250 meter gehaald. Bijna 300 zelfs. Kijk. Deze nog goed zo meteen openzet. Hoeveel karretjes heb ik op kunnen? 8. Maar gaat dat goed? Dat is dan echt mijn vraag. Geen rare dingen gaan gebeuren. Nou, een beetje langer de intree. En ingang. Nou, dat is natuurlijk even het thema van het park houden. Lekker zanderig, jongen. Beetje sandy worden. Nou, dit kan volgens mij ook gewoon open nu. Vind ik er nou één ding gehaald moeten hebben? Ja, kijk. Al minstens 100 euro uit attracties. Nou, oké, dat zou niet zo heel moeilijk moeten zijn. Deze heeft wel 39. Geldautomaat 1 is zojuist kapot gegaan. Gefeliciteerd. Je kunt geen geld meer pinnen. Maar bezoekers hadden dorst, werd er gezegd. Laat ik eerst een paar prullenbakken neerzetten. Of zijn er prullenbakken? Ja, er zijn dus prullenbakken. Een mooi kokosdrankje. Vind ik wel een mooie. Hop. 1,80 wel een mooie prijs. Is echt wel zijn geld waard. Ik neem hem nou alweer zo. Echt zijn geld waard. Nou, 1,95 dan. Het is te druk. Maar wacht je even 3 seconden. Echt wel zijn geld waard. Nou, doen we 2,10. Nou ja, is nog vind ik wel goed. Ik ben met lekker honger, let maar op. Ik kom weer de hik. Ja, zoiets. 20 cent omhoog nog, die 10 cent. Ja, 5 euro voor vragen. Mensen hier precies van vinden, van die prijs. Daar gaan we zo meteen achterkomen. Dat is echt wat geld waard. Zo betaal ik niet. Dat is echt zijn geld waard. Dan gaat het nog duurder worden. Kom mensen, heb eens honger. Goeie Nederlandse zin trouwens. Bezoekers in het park, 300. Dat is één wat ik nog hoef te doen. Kan ik ergens een advertentiecampagne starten? Nee, niet hier, niet hier. Attracties, oké, 126. Ik heb geen trek. Gefeliciteerd. Onderzoeksbudget. Uitdagingen niet, er zijn bezoekers misschien hier. Oké. Ik heb echt geen flauw idee. Waar ik een advertentiecampagne kan starten.
Besturingen denk ik ook niet. Ik denk echt hier iets moeten zijn. Ja, attractiemanagement. Dat zou hem ook wel niet zijn. Scenario doelstellingen, personeel. Ja, parkopties misschien. Nee, dat zou hem ook wel niet zijn. Oh, actieve campagnes hier. Kies publiciteit. Landelijke krant. Kies attractie. De Python lijkt me wel wat. Schoolkrant. Waar gaan we dan? Maar we gaan volgende week zien hoe dit trouwens afloopt. Ik zeg nu, laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!